Ik ben Christian van Kortrijk. Mm-hmm. En wie ben jij? Ik ben Daan. En wat kom jij hier doen? Wat interviews afleggen voor websites. Nee, spelen, hè. Spelen. En ben jij hier nogal geweest op de nachten? Ja. Wanneer? De nachten hebben mij heruitgevonden eigenlijk. Ik had al 5 jaar geen optredens meer gedaan toen ze mij voor de eerste editie vroegen om een optreden te doen met Rudy Trouvé, met Ed Mardier eigenlijk. En zo is dat mijn reine groep geworden. Dus, en sindsdien kom ik hier, als het niet elk jaar is, dan om de 2 jaar. Ja. Die zijn thuis, puis ik. Ik ben hier alleen. En ga je nog iets zien vandaag? Ik ga naar de band gaan zien van ex-drummer. En dan ga ik hier nog wat rondlopen. En dat zal ze wat gaan zijn, puis ik. En wie van de ex-drummer band trekt vooral jouw aandacht? Ik vind Maarten Soeu ongelooflijk goed. Ik vind dat echt beestig. Van Antwerpen. Dat klopt. Dus dit is ook de perfecte setting voor mij om te zijn. Nachtdichter op de nachten, kan het beter dan dat. Wat betekenen de nachten eigenlijk voor jou? Een van de weinige plekken, momenten, grote momenten waarop dat er aandacht is voor poëzie en literatuur in een enigszins rock and roll setting. Allee, dat is toch wel bijzonder. Ik ben Christian van Cutting Edge en jij? Ik ben Stijn van Stijn de Zanger. En wat doe jij hier op de nachten? Ik heb gedaan eigenlijk. Ik was hier om een concert te doen met Strijkers. En, hoe heette die Strijkers? De Strijkers heette het Bloemkwartet. Was dat niet een andere naam of zo? Nee, het Bloemkwartet. Ah, Bloemkwartet. 100%. De naam van het programma was Adagio Arpeggio. En dat was gekozen omdat het een rustige avond is, maar ook een levendige avond. En dat zijn die twee termen, maar dan in het Italiaans. En ben jij hier nogal geweest, Stijn, op de nachten? Ik ben hier al 3 keer geweest met deze bijgeteld. Mm-hmm. Om op te treden. Ik weet niet of ik hier eigenlijk voor de rest geweest ben. Eigenlijk niet. Dat de avond te kort is voor de kunst. En toen heb ik gezegd,
literatuur en muziek moet de hele nacht door. Woon je dan in een villa die in Nederland woont? Exact. Ja. En wat betekenen de nachten voor jou, Mark? Het feestje van het jaar. Het feestje van het jaar. Een machine dat alles en iedereen verplettert, inclusief vooral onszelf. En vooral Erik Smout en de hele popscene uit België. En betekent vanaf dit jaar ook seks en games. En dat vind ik wel tof. Dat we literatuur, muziek, seks en games hebben. En daar heeft Stijn met zijn sick junkie vandaag absoluut toe bijgedragen. Van de nacht. En gisteren was ik hier al met hem, dus ik heb een weekendje vol.